Daan Keurpink van het sportbedrijf Homelo. Je hebt hier net gesupt met de kinderen in het kader van Festief Homelo. Hoe ging het? Ja, geweldig. We hadden even een klein probleempje met de blauwalg, maar we hebben toestemming gekregen van iedereen, zodat we wel lekker het water op konden. We hebben wel gezegd van blijf op het bord. Maar daardoor hebben we gelukkig lekker kunnen suppen. Het is sowieso de bedoeling om op het bord te blijven, toch? Ja, dat klopt. Maar normaal gesproken vallen ze er nog wel eens soms in als we gaan staan. Dus daarom bleven we vandaag lekker op de knieën zitten. Dit is een onderdeel van het Festival Homelo, wat al een paar weken aan de gang is. Hoe ging het tot nu toe? Ja, fantastisch. We hebben eigenlijk in voorgaande jaren nog niet zoveel aanmeldingen gehad. Ik merk dat er veel activiteiten echt vol zitten. Dus dat is super mooi om te zien dat ons aanbod de kinderen trekt. Wat was zo'n populaire activiteit? We hadden 4 Festief Homelo dagen. Dat zijn activiteiten waarbij we heel veel spellen op een groot terrein klaarmaken voor de kinderen. Daar kwamen aantallen van tussen de 50 en 100 kinderen op af. Dus die was populair. En allemaal gratis toegankelijk, hè? Ja, nee, fantastisch. De gemeente dat wil subsidiëren voor ons. Dus super voor de kinderen. Is die nu bedoeld voor kinderen die helemaal niet met vakantie kunnen gaan? Onder andere. Maar natuurlijk voor alle kinderen die in deze leeftijdscategorie zitten. Dus het maakt niet uit of je wel of niet op vakantie bent geweest. Iedereen is welkom. Wat is de komende 2 weken nog te doen voor kinderen? We hebben deze week nog 2 Festival Homelo dagen. Morgen bij AFC Heracles en donderdag bij Luctor et Imergo. En de laatste week van de vakantie zullen al onze collega's in hun eigen wijk activiteiten organiseren. Bij mij zal er onder andere een spellenkermis zijn bij de Wierde op het schoolplein. En zo zal er door de hele stad verschillende activiteiten nog worden. Welke wijk is dat? Dat is Ossenkoppelerhoek. Ja. Je hebt zelf helemaal geen vakantie gehad. Jullie zijn hier dus de hele tijd in touw als sportbedrijf. Ik ben als enigste van mijn collega's die geen vakantie heeft gehad inderdaad. Dus ik heb de hele zomervakantie door mogen werken. Maar met alle plezier. Heb je zelf ook gesupt? Ja, zeker. Zeker. Moeilijk. Het zittend suppen is goed te doen. Ja. Staand suppen vraagt wat van je balans. Zeker. Ja. Kinderen kunnen makkelijker dan volwassenen. Is dat zo? Dus het lijkt wel, ja. Nee, ja, dit kan. Ja, het ligt er ook aan wat voor een bord je hebt. Als je een groen, een kleine bord hebt, dan is het wat moeilijker dan op een groot bord. Het weer is goed geweest, geloof ik, de afgelopen weken. Ja, gelukkig wel. We hebben één activiteit moeten afblazen in verband met onweer en regen. Maar voor de rest is alles doorgegaan, dus daar hebben we echt geluk mee gehad.